Hi, ik ben Eveline en ook ik zal af en toe voor Theater Nederland gaan vloggen. Vanavond ga ik naar de Lawaai, naar Harry Let op de Kleintjes, met onder andere John van Eert. Ik heb er erg veel zin in en ik neem jullie gezellig mee. Oké, verandering in plannen. Het is niet alleen de voorstelling waar we nu naartoe gaan, maar we mogen, of we krijgen, zelfs een rondleiding in het decor door, als het goed is, John van Eert zelf. Yes. We zijn nu onderweg naar Drachten. Eerst nog even lekker een hapje eten. En dan gaan we er naartoe. Dus ik ben benieuwd. Spannend. Volgens mij was het niet te lezen, maar dat was Drachten Centrum. Kijk, daar zijn we. Even een hapje eten voordat we heen gaan. Heel verantwoord. Maar ja, dat maakt niet uit. Wel lekker. Oké, het parkeren bij de Lawaai. Er is een heel groot parkeerterrein hier achter de, of naast de Lawaai. Dus ideaal, gratis parkeren. Als je op tijd bent, zoals wij nu, omdat we dan zo meteen de rondleiding krijgen, dan is er genoeg plek. Dan is het echt uitstekend. Als je iets later bent, dan kan het zijn dat het vol is. Maar dan heb je hier even verderop een parkeergarage die totaal niet duur is. Dan ben je met een avondje nou bijna 3 euro kwijt, denk ik. En dan kan je goedkoop parkeren. Maar we hebben nu heel veel ruimte. Daar moeten we heen. Ik ben een beetje zenuwachtig. Maar we hebben er zin in. Maar het is echt, ja, leuk. Zoek achter de deur zit al open. Heb je altijd open huis? Ja. Kom binnen. Hallo. 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 Welkom, welkom. Dank u. Welkom in de set van Harry Let op de Kleintjes. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Ga ik jou aankijken of ga ik in de camera kijken? Mag beide. Ja. Het interview en het kijkje achter de schermen gehad bij John van Eert. Een hele leuke man. Dus echt, we voelden ons heel erg welkom. En we hebben weer wat geleerd. Het is erg spannend. We zitten nu in de foyer voor de tijd. Nog eventjes een kopje koffie gaan we nog even drinken. We hebben nog alle tijd. En dan gaan we straks de voorstelling bekijken. We zijn erg benieuwd hoe het zal zijn. We verheugen ons erop. Net een lekker kopje koffie gedronken in Hopper, het theaterrestaurant. Erg vriendelijke bediening. Leuke kerels. De rode wijn zit op het plafond, dus ze houden ook blijkbaar wel van feestjes. Hier is de garderobe. We hebben vanavond geen jas aan. Maar het is makkelijk bereikbaar. Alleen niet bewaakt, dus mocht je inderdaad het niet vertrouwen, dan ja, is het een beetje jammer, kan je beter in de auto laten liggen. En we gaan nu naar de foyer, gaan wij misschien nog een drankje doen, ik denk het niet, want het begint bijna, dus ik denk dat we zo wel de zaal in mogen. En dan gaan we kijken wat de voorstelling ons gaat brengen. We zijn erg benieuwd, maar volgens mij heb ik dat al ondertussen een paar keer gezegd. Het is vanavond erg druk. Er zijn hier twee zalen. Een grote zaal en een kleine zaal. En wij zitten vanavond in de grote zaal. En hier in de foyer wacht natuurlijk iedereen die naar de verschillende dingen moet. Oh, je kan nog een spelletje doen voor de voorstelling. Dus even kijken. Speel mee en win een DVD. Dat is altijd leuk. Winacties. Laat een foto, krijg straks een masker. Dus ik ben benieuwd wat we daar nu gaan doen. Is het goed voel je? En we houden het op de hoogte. We zijn benieuwd. Nou, de voorstelling gaat bijna beginnen. Iedereen zoekt zijn plekje. We hebben leuke maskers gekregen. Hier moet je bij op de foto en dan kan je de DVD winnen. Dus uiteraard gaan wij daar straks even een gokje voor wagen. Het zit vanavond lekker vol. Bijna alles is uitgekocht. Boven is nog wel wat plek, begrepen we. Ga ik ook mee? Ja. Je moet ook een foto hebben. Het loopt goed vol. Pauze! Wat vinden we tot nu toe? Lachen. Hij is echt heel leuk. Echt. De chocolademousse is nooit meer hetzelfde. Hij is echt zo leuk. Koffie en thee kun je trouwens hier zo halen. Zit bij de prijs in. Hierachter schenken ze de koffie. En het drinken kan je daar gewoon pakken, de fris. Het is lekker druk, mensen maken ze prima. Het is echt zo, ja, de sfeer zit er heel goed.
ook in. Het personeel is erg vriendelijk. En ja, de voorstelling is tot nu toe onwijs leuk. Hij is echt zo grappig. De dames achter ons hebben voornamelijk veel lol. Die zijn erg hoorbaar. Maar nee, dat maakt het niet minder. Het is erg gezellig. Een hele goede voorstelling tot nu toe. Dus we zijn benieuwd naar de tweede acte. We wachten af. Nou, ik weet niet of jullie me nu kunnen horen, maar deze maskers worden hier tijdens de voorstelling uitgedeeld. Je maakt een leuke foto van jezelf, of je buurvrouw, vriendin, of mensen verderop. En je stuurt het in via de social media en je kan een leuke DVD winnen. Ja, ik hoop dat het verstaan is, maar ik betwijfel het. Ik ben ook de enige nou die hem opdoet, dat is ook altijd wel leuk. Maar zo is net of die, of nou is net op John van Eert bij je in de foyer staat. De speciale seizoensprijs, ik zei een DVD, maar het is een speciale seizoensprijs. Je kan een dag mee op tournee. Nou, wie wil dat nou niet? Wij wel! Nou, dit was onze avond bij de Lawaai, bij Harry Let op de Kleintjes. De voorstelling was erg leuk, we hebben ongelooflijk gelachen. Echt, chocolademousse zal nooit meer hetzelfde zijn. En ja, de acteurs, de actrices, top. Echt heel goed gedaan. Het was erg gezellig, goed ontvangst, ook van de Lawaai zelf. We zijn in de Hopper, het theatercafé, het theaterrestaurant, zijn we vriendelijk geholpen. Leuke mannen, erg aardig. Nou, de ontvangst verder bij de balie, prima. Garderobe, ja, is onbewaakt. Dat is misschien het enige nadeel. Maar verder, ja, prima. Stoelen zitten echt goed. Veel ruimte. En op zich de armleuning, ja, hier zit altijd dat je moet delen. De buurvrouw is gezellig met een buurman die je niet kent. Ja, als je vrijgezel bent, is het leuk. Een keer nog contact te maken. En verder, ja, geen idee. Het was een leuke avond. We hebben enorm genoten. Na afloop kon je in de foyer uiteraard nog een drankje doen of weer in het theaterrestaurant. En dat deden een aantal mensen, meestal niet. Het is door de weekse avond, dus mensen gaan toch weer snel naar huis. Het publiek was divers, jong, oud, voornamelijk wel iets ouder. Maar nee, leuk clubje, gezellige mensen, gezellige avond. Dus zeker een aanrader om een keertje naartoe te gaan. Dit was ons avondje bij de Lawaai. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer je zeker even op ons YouTube kanaal van Theaters in Nederland. En tot de volgende keer!